Wel, met het Blue Health Innovation Center proberen wij eigenlijk grenzen te verleggen. En wie had ooit gedacht dat fashion, technologie en science zo mooi in elkaar konden vloeien? Jasna Rock heeft dat hier vandaag op C-Mind bewezen met een inspirerende toespraak om jong ondernemerschap verder te ondersteunen en om mensen duidelijk te maken dat je niet alleen de wereld kan veranderen, maar samen wel. Ik vond het een ongelooflijke eer om hier vanavond te gast te zijn bij Blue Health Innovation Center. Waarom is technologie overal, maar niet in onze kleding? En waarom kijken we nog steeds naar 2D-content terwijl we in een 3D-wereld leven? Ja, en ik was zeer opgetogen om een tweede samenwerking met Jasna te doen. De enthousiasme droop er vanaf. Het was echt een mooie interactie met het publiek. Leuke gadgets, veel afwisseling. Ik mag zelfs een gadget mee naar huis nemen vandaag. Ik vond het echt top. Met Jasna Rock is het eigenlijk altijd speciaal. Een mix tussen fashion, de allernieuwste technologie en innovatie en vooral een toonbeeld van hoe dat samenwerking moet verlopen. Wel, dat laten zien, dat was het doel van vanavond. En daar is Jasna met verve in geslaagd. Wij met C-Mind Grip, we kijken enorm op naar jong ondernemerschap en hopen dat dit dan ook inspirerend heeft gewerkt voor de meer dan 60 bedrijven die wij begeleiden. Als Blue Health Innovation Center zijn wij bezig met de toekomst van de gezondheidszorg en hoe we daar meer ondernemerschap en digitalisering kunnen binnenbrengen. En als we kijken naar het programma dat we hier vanavond gebracht hebben samen met Jasna Rock en de manier waarop zij technologie toepast binnen zowel de textielwereld, de fashion als ook de gezondheidszorg, dat geeft een aantal nieuwe scenario's en een aantal nieuwe mogelijkheden die de toekomst van de gezondheidszorg kunnen helpen digitaliseren. Vandaag heb ik Jasna Rock beter leren kennen. Ze heeft een zeer sterke identiteit. Ze is zeer ambitieus en zeker iemand die ik toejuich. Op de Lucas School of Arts komen wij af en toe ook in contact met zulke projecten. En het is zeker iemand die we als voorbeeld kunnen aankaarten. Ik heb er veel van geleerd vanavond.